In deze video gaan Hamburgerman en ik op zoek naar een grot. Want we hebben een bepaald houtsoort nodig die alleen in grotten te vinden is. Oh, en ondertussen komen we ook nog een of andere gekke bende tegen. En natuurlijk gaan we die ook verslaan. Veel plezier, doe een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet om te abonneren. In de vorige Lego Fortnite video nodigde ik Beef Boss uit voor mijn dorp. En we besloten samen op pad te gaan richting een grot. Maar eerst gaan we even mijn workbench upgraden. Want ik denk dat we in die grot wel betere wapens en zo nodig hebben. Oeh, en deze helft. Jar moet ik misschien even maken. Ik heb shells nodig en planken. Volgens mij heb ik wel shells al. Die had ik in mijn kist gestopt. Ja, ik heb er precies 3. Die krijg je van die beesten die op bosjes lijken en opeens uit de grond komen springen. Oké, dus met 8 planken en 3 shells kan ik mijn werkbank upgraden. Dus dat gaan we gelijk even doen. Toch? Volgens mij doet hij dat nu. Ja, lekker. Hoppa, en nu kan ik allemaal groene items maken. Pickaxe, forest axe. Voor die pickaxe heb je knot root rods nodig. Maar we gaan nu op zoek naar knot root. Misschien moet ik wel even fakkels maken. Oké, cool. Nemen we deze forest axe mee. Ik kan een stonebreaker opeens maken. Oh, maar daar heb ik echt de materialen nog niet voor. Oké, we gaan een grot zoeken. Zou er een grot zijn daar aan het uiteinde van die regenboog? Oh nee, het wordt al nacht. De regenboog is al weg. Oh nee, ik ben belazerd. Ik ben gelokt. Ze hebben me het enge bos ingelokt. Oh my god, nee, dat is helemaal nog niet weg. Ik ga daar naartoe, gek. Oh, nee. Nu is het wel weg. Oh, ik wilde zo graag naar die regenboog. Oké, we moeten vechten, vriend. We moeten vechten. We moeten vechten. Maak hem kapot, lekker. Oh, ik vind hier wel een afgebrand hutje. Oh, kijk, hier liggen fakkels. Dat is top. Die was ik net vergeten om mee te nemen, dus dat is nice. Is hier ergens een grot? Oh my god, ik heb het weer koud. Nee, ik wil het niet koud hebben. Misschien moet ik dan toch even fakkel vasthouden. Maar blijkbaar kan ik gewoon niet die kant op, want daar is het te koud. Maar hier valt het nog wel mee. Ik zoek een grot. Ik zoek een hele mooie splinternieuwe grot. En al deze skeletten zoeken mold. Ik heb geen zin om te vechten op grot. dat zong ik niet echt hoor. En ik ben verdwaald. Ik ben verdwaald. Ik ben heel hard verdwaald. Hey, mijn matties maken iedereen kapot hier, jongen. Lekker bezig, jongens. Toppers. Okay, het is tijd om te slapen. Ik wil slapen tot de ochtend. Kan dat niet? Moet ik nou echt wachten de hele tijd? Oké, volgens mij wordt het weer ochtend. De regenboog is wel weg. Dat is jammer. Somewhere over the rainbow, way up high, was misschien wel een grot met lekkere kersenvlaai. Willen jullie opeens 2 tegen 2 komen doen hier? Oh, mijn zwaard is kapot. Dankjewel. Gelukkig heb ik een reservezwaard meegenomen. Ja, maar die wil ik echt in een grot gebruiken. Ik wil nu niet meer dat iemand mij nog aanvalt. Ik ben het nu zat. Hey, random kissy. Ja, joh, neem maar alles mee gewoon. Ik heb wel te veel meuk nu bij me, hoor. Hallo? Wie zijn jullie? Hallo? Oh, shit. Oh, ze willen me ook aanvallen. Wie zijn jullie allemaal, gek? Wow, yo, zoveel mannetjes hier. Wow, yo, dit is een hele gekke bende, man. Hele gekke bende. Wat doen jullie allemaal hier, gek? Waarom vallen jullie me aan? Doe ze rustig. Holy moly. Nog één? Ik ben gewoon op zoek naar een grot, vriend. Oh, wat hebben jullie allemaal bij je, joh? Oh, allemaal zwaarden. Oké. Ja, dit kapotte wapens en zo hoef ik allemaal niet te hebben. Dat boeit me niet. Mogen jullie allemaal hebben? Alhoewel, deze kruisboog is wel vet. Pick up armor. Oeh, dat is wel lijp, een kruisboogje. Ze bewaakte ook gewoon nog even een kist. Oeh, daar zit wel iets speciaals in. Een broodje. Blauw broodje. De rest kunnen we allemaal stacken. Oh, sorry dat ik jullie zo tegenkwam, maar jullie hebben mij aangevallen. Ik viel niet jullie aan. Ik wou gewoon de vrede bewaren. Oeh, we hebben hier snowberries. Dat zijn epic consumables. Oeh. Kan ik daarmee tegen de kou? Ja. Kijk, daarmee kan ik tegen de kou. Dan kan ik gewoon hier lopen. Dan kunnen we misschien op zoek naar een grot hier ergens. Blijkbaar kan ik niet tegen de kou. Ik kan nu beter tegen de hitte. Oké. Ik ben ondertussen helemaal zo'n rondje gelopen en nog steeds geen grot tegengekomen. Hey, hallo. Hey, Rowan, wat doe jij hier? Bro, wat ben je aan het doen? Ben je aan het vliegen of zo? Ben jij geglitcht, vriend? Kom, we moeten door. Ik heb het gevoel dat hier op deze berg een grot moet zijn. Of niet? Er staat weer een huisje. Kom dan. Hier, ik gooi dit op je hoofd, hè. Hier. Bijna. Hey, Mattie, waar ben je? Waar is mijn Mattie? Daar ben je. Je bent helemaal geglitcht, bro. Wat is er met je aan de hand? Oké, je staat weer. Is daar een grot? Ja, daar. Eindelijk een grot gevonden. Jeetje. Let's go. Ik heb alleen geen zwaard meer over en geen space meer in mijn inventory. Dat is wel een probleem. Oké, maar ik heb hem nu gevonden. Staat hij dan nu gewoon hier op mijn map? Misschien is het een goed plan om dan eerst even terug naar mijn basis te gaan. Even alle spullen droppen die ik heb gevonden. Oké, ik craft even 3 zwaardjes. Ik geef er 1 aan mijn Mattie. Dan gaan we in de nacht terug naar de grot. Let's go. Oké, we gaan dus op zoek naar knot root. Dus een ander soort hout wat we moeten vinden. Dus even koekeloeren. Ja, ik denk dat dit hout is wat hier hangt. Ik kan er alleen niet bij. Oh, ik kan er wel bij. Top. Ja, kijk, ik kan het ook slaan.
Let's go. Hoppa. Is dat hem? Ja, kijk. Oké, we moeten even heel veel van dat soort hout gaan zoeken nu. Oh, daarmee kunnen we ook een crossbow maken. Cool. Super. Deze shells zijn ook altijd handig om mee te nemen. Ja, dit nemen we ook allemaal even mee. Ik ben benieuwd wat hier allemaal nog meer in deze grot te vinden is, jongens. Zou ik deze ook kunnen slaan? Ja. Maar is dat dan normaal hout? Of is dat ook weer een ander soort hout? Nee, dat lijkt dan wel op normaal hout. Oh, 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 oh. Oh, oh, hier zijn ook bewoners. Grotbewoners. Ik had hem ook even een bijltje mee moeten geven, maar ik heb hem alleen een zwaardje gegeven. Nou, kan hij mij wel beschermen als ik sta te hakken natuurlijk. Kijk, kijk, dit bedoel ik. Lekker, maat. Lekker. Pak ze. Topper. Oh, is dit nou een schorpioen? Ja, man. Gekke schorpioenen hier zo gek. Oei, joh, wat laten die ook nog iets achter, of niet? Wow, 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 wow. Wow, waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Ja, zie, hij begint afstand te nemen, maar ik kan hem gewoon zo afweren. Lekker, man. Wat een ziek idee. Hier is nog een kist. Die nemen we mee. We nemen die pijlen mee. En gewoon lekker alles mee, joh. Ja, we moeten echt lekker veel van dit hout gaan verzamelen. Zoveel mogelijk. Ik ben benieuwd of er ook nog, zeg maar, andere speciale items hier in deze grot zijn. Hé, hier is de grot kapot. Kijk, er komt gewoon licht naar binnen, joh. Maar de rest gebeurt er nog niet zo heel veel in deze grot. Zie je wat vijanden daar? Straks zit er een of andere zieke baas ook, joh. Komen we opeens een gigantische spin tegen of iets? Dat zou echt lijp zijn. We kunnen natuurlijk ook even hier zo gewoon een trappetje bouwen. Kan ik een beetje omhoog? Het is wel lastig te zien, hoor. Ik heb natuurlijk niet echt licht. Kijk, ik denk dat ik het nu wel op kan springen. Cool. Ik zag hier namelijk ook nog een kist staan. Die wilde ik wel even hebben. Er zitten alleen niet hele boeiende dingen in, zo te zien. Daar komt allemaal licht vandaan, trouwens. Zou hier iets zijn of zo? Oh, kijk, hier was een hutje vroeger. Ja, kijk, kistje. Oké, oké, marble. Marbles, oh, die zijn volgens mij wel zeldzaam. Die marbles, die moeten we meenemen. Daar heb ik op een gegeven moment ook heel veel van nodig. Maar daar ben ik eigenlijk nog niks van tegengekomen. Zou ik deze champignons ook kunnen slaan? Ja, komt alleen niet echt iets uit, zo te zien. Oh, hier is iemand. Maar ik ren even lekker langzaam. Oh, hier ben ik denk ik al geweest, want daar liggen allemaal wapens. We hebben heel de grot al gehad. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat we heel die grot al hebben gehad. Nou, ik denk het toch wel. Het lijkt op een klein grotje. Oh, hierboven staat ook nog een kistje. Zo, ik heb even een professionele trap gebouwd. Beter zit hier wat goeds in. Oh, wat is dit? Slabberry. Oké, die nemen we sowieso even mee. Daar was de ingang. Ben ik hier ook al naar links geweest? Nee, kijk, hier zijn we nog niet geweest. Ja, kom dan. Met je skelettenhoofd. Hoppakee. Maak je kapot. Een soort van. Ik maak mijn wapen kapot. Maar gelukkig heb ik er nog één. Kijk, hierboven hangt ook een speciaal soort steen. Ik denk dat we die misschien kunnen gaan fixen als we straks een groene pikhouw wil hebben. Kijk, dit soort speciale steentjes. Oh jeetje, je hebt hier dus nog een heel deel van de grot, joh. Nog meer slabberry. Maar goed dat we hier naartoe zijn gelopen. 4 marbles, die hebben we nodig. En slab juice. Oeh, dit was een goed kistje. Zoveel van deze dingen. Ik ga straks met zo'n volle inventory terug. Dat is wel lekker, hoor. Au, au, au. Iemand schiet op mij. Jij, hè? Jij schiet op mij. Oh, jij bent dat ding aan het gooien op mij, vriend. Oeh, er komt nog een mattie van jou ook. Wegwezen, vriend. Wegwezen. Ik ga kijken of ik hierop kan springen. Oh, nee. Au, ik breek mijn been. Er staat er iemand naast me. Ga weg. Oké, jij doet vervelend, hè? Wegwezen. Oké, ik ben bij het kistje hierboven. Oh, wat is dit dan? Granite slab? Geen idee wat het is. Neem me mee. We zijn nu echt in het duistere deel van de grot beland, hoor. Hey. Ik denk wel dat het tijd is om zo langzamerhand weer terug te gaan. Kijk, want mijn bel was ook bijna kapot. Hoppa! Oké, hopelijk kan ik de uitgang nog vinden. Volgens mij moet ik deze kant ergens op. Ja, daar is de uitgang. Cool, ik heb in ieder geval echt 90 van die knock roots. Dat hadden we nodig. Daar kwamen we voor. We gaan naar buiten. Terug naar het dorp. Ja, daar ben ik weer. Zo, jullie hebben ook een flink gevecht gehad hier zo te zien. Holy moly. Hallo? Faka Raptor. Komen wel steeds nieuwe mannetjes naar mijn dorp. Dat is wel lachen. Oké, dus volgens mij had ik die Notroot nodig om hier mijn dorp te kunnen upgraden. Was dat het ding? Ja. En 15 planken. En dan moet die balk rechtsbovenin ook nog helemaal vol zijn. Dus waarschijnlijk moet ik dan nog dingen gaan bouwen. Misschien moet ik even hier een trappetje bouwen of zo. Dat ik makkelijk hier op het dak kan komen. Zo, hartstikke idee. Het is wel handig. Dan kan je een beetje de hoogte inbouwen. Kan ik hierop springen? En misschien deze, een spinnenwiel. Moeten we 5 wooden rods hebben en nog 1 wolfklauw erbij? Die heb ik sowieso wel. 5 wooden rods en nog 1 wolfklauw. Die heb ik sowieso hier in mijn inventory zitten. Nice, oké dan. Kunnen we even een spinnenwiel maken? Dat is leuk. En ik denk dat de mensen in mijn dorpje dat ook wel fijn vinden. Dus kunnen we het dorpje naar level 4 gaan brengen? Althans, dat gaan we proberen. Cool, en dat spinnenwiel zetten we ook hier lekker neer. Althans, dat hoop ik dat we die hier ergens neer kunnen zetten. Ja, zo. Oké, cool. Oh, we kunnen nu bijna mijn dorpje naar level 4 brengen. Ik moet nog 1 ding neerzetten. Althans, dat denk ik hoor. Misschien iets makkelijks. Tafeltje of stoeltjes of zo.
Oh, of nog een kist. Altijd handig. Die heb ik toch nog nodig. En nog een kist. Oké, maar die telt alleen niet mee. Oké, in dat geval zet ik hier ergens een ronde stoel neer. Dat we even kunnen chillen hier. Gewoon hier. Kunnen mensen gewoon lekker chillen. Zo, hoppakee. Nog eentje. Cool. Wat kunnen we met het spinnenwiel? Kunnen we cords, drawstring, wool thread en een silk thread maken? Oh, die gaan we sowieso nodig hebben nog. Hé, hamburgerman. We hebben lekker gewerkt vandaag, hè? We zijn goed bezig geweest, jongen. Oh, trouwens. Jij ging materialen voor mij verzamelen, toch? Waarom heb jij nog geen materialen voor mij? Je zou voor mij materialen halen. Jij loopt te slacken. Ben je nou mee bezig, joh? En ik maar mijn best doen om het dorp naar een hoger niveau te krijgen. Oh, heb ik nou al mijn planken weer geïnvesteerd, joh? Oké, ik heb mijn planken binnen, hoor, jongens. Kunnen we hem nu upgraden? Ja, zeker wel. Hoppakee. Rikachu's Village is level 4. Lekker, man. Ja. Ben je trots op mij, Bright Bomber? Wil je dat ik hier kom wonen? Ja, is goed, joh. Maar we moeten eerst nog een hoger level worden. Oké, dat is een uitdaging. Laat weten wat ik moet doen in de volgende video. Misschien ga ik dat dan wel doen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!